Hallo allemaal. Melk kun je tegenwoordig in pakken of in flessen kopen. Maar hoe ging dat dan vroeger? Over de melk gaat het vandaag, of over de melkfles gaat het vandaag in de derde aflevering van de serie Zo maak je dat in de keuken. Hallo allemaal en welkom bij aflevering 3 van In de Keuken. Vandaag wilde ik het met jullie eens hebben over een voorwerp dat we allemaal kennen. Het is iets dat in sommige keukens af en toe en in andere keukens vaak voorkomt. Weet je het al? Nee? Nou, omdat jullie in... Nee, hè? Wat is hier nou gebeurd? Een inbreker. Ja. Wat erg. Mag ik even jullie aandacht, jongens? Dit staat dus niet in mijn script, hè? Weten jullie er wat van? Nee. Ach. Wat zonde hier. Nog van mij. Twee verhalen vertellen. Nee, hè? Temte daar. Ja, gezellig. Algemeen. Algemeen. Terugkomend naar de massage waar ik u erover verteld heb. De massage die hier gegeven wordt, dat is een aparte massage. Dat is niet de massage die door een sportmasseur wordt gegeven. Zoals u weet, een sportmasseur die ga je lichaam invrijven, masseren. Op een bepaald moment voelt hij dat bepaalde spieren wat strak zijn. Dan gaat hij eraan wrijven om die spieren los te krijgen. Hier de masseur masseert hij eigenlijk in die warme ruimte. Als je hem ziet de eerste keer, dan zou je denken, nou die gozer die komt niet in mijn lichaam, want die breekt me helemaal, want dan gaat er wel eens te hard tegenaan. Heb ik me wel eens laten scheren. En aan het eind pakte de kapper, die pakte heel liefelijk, pakte die mijn hoofd. Yeah. En ik dacht dat hij het af ging rukken, maar in ieder geval, je hoorde alles kraken en het is allemaal weer goed gekomen uiteindelijk. Inderdaad, dat zit een bepaalde traditie en zo is eigenlijk van de massage, dat de massage die is ook van vader naar zoon, van moeder naar dochter is dat aangeleerd. Daar heb je geen speciale school voor, maar dat zijn de mensen die... Ooit ontdekten ze dat koeien melk gaven. De boer molk zijn koeien met de hand. Deze rauwe melk werd opgevangen in emmers en die kon je heerlijk opdrinken. Jij, Bas? Ga maar. Alsjeblieft, jongen. Jij, Henk? Zo kwam het vaak voor dat een koe zoveel melk had gegeven dat de hele familie het niet opgedronken kreeg. De boer had dus meer melk dan hij zelf nodig had. Hij ging daarom naar de stad om zijn melk te verkopen aan mensen die zelf geen koeien konden houden, maar die wel de heerlijke melk wilden drinken. Zo, daar ben ik weer. Het is een juk. Dat gebruikten ze in de vorige eeuw om de melk mee te vervoeren. Dat is een balk. Die leg je zo in je nek. En dan haak je er twee emmers gevuld met melk aan vast. Dat zijn er twee, want dan blijf je mooi in balans, in evenwicht. Kan je even helpen, alsjeblieft? Ja, zwaar. Dankjewel. Zo makkelijk ging dat dus allemaal niet. En dan moesten ze urenlang lopen naar de stad om de melk te verkopen. Dat deden ze onderweg ook nog. Hallo? Melk? Melk? Yo! Gunst, er kon echt van alles misgaan. Want als het weer niet mee zat, dan begon te onweren of te regenen. En dan kwam er water in de melk. En als het te warm was, dan werd je melk zuur en dan was het bedorven. Dus je moest wel voortmaken. Even toch met het dienen. Ik geloof dat ik een beetje meer moet gaan trainen. Of wat meer melk drinken natuurlijk. Je ziet het, die emmers die waren gewoon open. Dus alles klotste er overheen. Dan begrijp ik ook hoe die koeien aan die witte vlekken komen. Thank you.
Een hele verbetering was de komst van de melkbus. Daar kon een heleboel melk in. De bussen konden gemakkelijk met een kar of bootje worden vervoerd en de melk bleef koel, dus beter vers. Alle melkbussen moesten iedere dag na het gebruik wel goed worden schoongemaakt. Schoon leidingwater was er nog niet altijd. De boer liet de bussen daarna in de zon drogen. Goeiemorgen. Ook een beetje melk? Alsjeblieft. Wat een weertje vandaag, hè? Oh, heerlijk. Is goed voor het land, lekker voor het zonnetje en het gezicht. Kijk eens. Heerlijk. Met een maatbeker werd de melk uit de bussen getapt. Zo kreeg iedereen precies wat ze wilde hebben. Bijvoorbeeld een liter melk. Kijk eens. Dankjewel. Oké. Die litersmaat die werd ook gebruikt om de melk verder te verdelen. De melkverkoper die kon het dan bijvoorbeeld overgieten in een pannetje. Een pannetje. Zo. Of een klein emmertje of in een steelpannetje of zo. Dankjewel. Ja, sorry, dat was mijn laatste broek. Nou ja, in elk geval, dat was heel erg handig. Alleen als je dan de pannetje op de grond neerzette, dan krijg je weer een nieuw probleem. Maar dat hebben we aan het begin van het programma al gezien. Ja, de kat die slurpt het allemaal op. Na verloop van tijd besloten de boeren om niet meer zelf hun melk naar de stad te brengen. Ze gingen steeds meer koeien houden en ze kregen het dus drukker en drukker. Daardoor kregen ze ook steeds meer melkopbrengst. Ja. En om die extra melk te verkopen, daar hadden ze nou juist de tijd niet meer voor. Toen besloten de boeren om de melk in melkbussen naar de fabriek te brengen. Zo'n melkfabriek als deze. In die melkfabriek werd de melk verdeeld over melkverkopers. Melkboeren. Ja, en die gingen elk met hun eigen kar of met een vrachtauto naar de stad om daar de melk te verkopen. Mooi, hè? Nou was dat gesjouw met die melkbussen en dat overgieten in die kleine pannetjes een heel gedoe. Dus dit was een prachtige uitvinding. Een fles waar precies 1 liter melk in kon. De melkfles, ja. Een dopje erop en in de fabriek zorgden ze er ook voor dat die melk langer houdbaar werd gemaakt. Dus dat was magnifiek. De mensen thuis die hoefden hem alleen nog maar eventjes open te maken en uit te schenken. En klaar was Kees, precies zoals we dat nou nog doen. En als je meer van die oude, echte melkflessen wilde vervoeren, dan had je hier een krat voor. Oh ja. En ik ga met mijn krat naar de stad. Ga mee. Jongens, kunnen jullie hem even een zetje geven? Want hij rijdt lekker, maar hij start wat rottig. Wow. Maar de melkflessen zijn nog heel. Happata, heeft iemand een poes gezien? Poes, 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 poes. Nou, ik weet niet waar die gebleven is. Even een glaasje melk. Handig, hè? Zo'n melkfles. Maak hem open. En schenk hem maar. Dat is toch super? Alleen moet je natuurlijk niet verknoeien. Maar dat doe ik nou niet meer, want hou ik zijn broek meer over. Hé, proost. Je hebt ook flessen voor allerlei andere dingen. Dit is koffiemelk, limonade. Dit is een bierflesje, sausflesje. En zo zijn er nog veel meer flessen. En ze zijn allemaal van glas gemaakt. En die verschillende kleuren, maten en vormen, die hebben ook alles te maken met wat er in die fles zit. Zo kun je in de supermarkt heel makkelijk zien wat je moet hebben. Glas, dat is al heel oud. Dat maken ze al eeuwen. Kijk nou, mijn kleren bewegen. Hey, waar is je er weer? Lag je lekker te slapen, jochie? Kijk, dit is nou een lapjeskat. Een van de oudste manieren om voorwerpen van glas te maken is glas blazen. Net als het opblazen van een ballonnetje. Alleen, deze mensen kunnen natuurlijk niet zomaar in het wilde weg wat gaan zitten blazen. Nee, ze moeten precies de vorm en grootte van de fles weten. Dus dan moet er eerst een tekening gemaakt worden. Een ontwerp. Aan de hand van die tekening maken ze dan een vorm. Kijk, dit is nou zo'n vorm. Daar zie je al aardig aan wat het moet gaan worden. Een echte melkfles. En dat gaat ongeveer zo.
De glasblazer die heeft een blaaspijp. Daarmee haalt hij een beetje glas uit de oven, een klein bolletje. Draait hij er zo aan, zie je wel. Dat glas, dat is, ja, het lijkt een beetje op pudding. Het is niet echt hard, het is niet zacht. Maar het is wel heel erg heet. Dat gaat hij nu even voorvormen. Kijk, dan maakt hij het glas alvast op maat, zodat het straks eens mooier in de vorm past. Zo, dan gaat het glas in de vorm. Beetje draaien. En blazen, blazen, blazen. Net zo lang totdat die vorm gevuld is met lucht en met glas. Dan gaat de vorm open. Mooi, hè? Woehoe. Het glas is nog erg heet. Als we het nu te snel koud laten worden, dan springt de fles. Daarom gaat het een oven in, zodat het heel langzaam afkoelt. Ik zou je even voorstellen, dit is Henk Verweij. Hele goede glasblazer. En Henk is ook een fan van mij, dus van hem mag ik even voor jullie ook zo'n voorwerp maken. Kijk hoe dat gaat. Het zit al in de vorm. Wat moet ik doen? En blazen. Blazen. Draaien en blazen. Andere kant op. De andere kant op. Is die klaar? Haha, ik geloof dat ik er maar beter mee op kan houden, hè? Ja. Er kan niet zoveel melk in, hè? Nee, niet veel, hoor. Okay. Ook al ben je zo'n kanjer als Henk hier, dan nog duurt het blazen van één melkfles veel te lang. Nou, we hebben heel veel flessen nodig, dus dan zouden ze veel te duur worden. Het blazen van glas op deze manier is eigenlijk alleen maar interessant voor het maken van mooie siervoorwerpen. Zoals deze bijvoorbeeld. Of die. Joh, wat mooi. Zeg, heb jij dat allemaal gemaakt? Dat heb ik allemaal gemaakt, ja. Knap hoor. Mooi, hè? Zijn jullie toevallig een poes kwijt? Nee, we hebben drie poesen, maar ze zijn nog alle drie thuis, dus die poes is niet van ons. Ja, ik heb er één gevonden, maar... Nou goed, we gaan kijken hoe tegenwoordig flessen worden gemaakt. En dat bekijken we in de glasfabriek. Ga jullie maar vast, dan maak ik nog even een, als het mag tenminste, een mooie melkfles. Een echte glas van eerst. Opzij, Henk. Glas wordt gemaakt uit een aantal stoffen, waaronder zand. Omdat er heel erg veel verschillende flessen gemaakt worden, zijn er enorme voorraden nodig. Deze stoffen gaan naar een machine toe die alles door elkaar roert. De mengmachine. Dit mengsel komt daarna in een oven zo groot als een zwembad. De temperatuur binnen is 1600 graden. Dat is ontzettend heet, maar dat is nodig om alles te laten smelten. Als we in de oven kijken, dan zien we het vloeibare glas. Het vloeit uit de oven en wordt in de glasmachine op lengte gesneden. Dan gaat het de vorm in, er komt lucht bij en de fles is klaar. Eén zo'n glasmachine maakt wel 200.000 flessen per dag. Als de flessen uit de glasmachine komen, dan moeten ze langzaam afkoelen, anders springen ze kapot. Ook hier gebeurt dat in een oven. Alle flessen worden automatisch gecontroleerd of ze goed zijn. En flessen die niet helemaal goed zijn, die worden er direct tussenuit gehaald. Tot slot worden de flessen netjes gesorteerd, ingepakt en klaargemaakt voor vervoer. Maar waar blijft nou toch de melkfles? Zo had die moeten worden, de melkfles. En dit is die van mij. Ja. Hier kunnen we dus maar één ding mee doen en dat is weggooien. En hoe doen we dat? In de glasbak. Jongens, stop even. Ik heb wat ontdekt. Kom op, we moeten snel weg, want we hebben nog, ja, we hebben nog maar 8 minuten. Oh, wacht even. Nou. Ja, nee, eventjes een glaasje melk. Als je me nou even helpt, alsjeblieft, ja. Hans. Emiel, hier, drink op.
Marcel, kom op. Help me even. Jan-Riek, is dat je glaasje? Ja. Alsjeblieft. Zo, gaat ze. Oh, knoei ik weer. Sorry, ja, gezondheid. Die poes heb ik niet meer gezien trouwens. Heb je die nog gezien? We moeten echt opschieten. Leeg! Tada! Kijk, jullie denken misschien, wat doet die raar? Maar ik heb nog maar 6 minuten, dus we moeten hem echt weg. Kom op, jongens. 2 minuten. Net op tijd. Er zijn namelijk flessen, die gooi je niet in de glasbak. Nee, die breng je terug naar de winkel waar je die fles gekocht hebt. Hallo, dag. Ik heb een melkfles en dan krijg je er geld voor terug. Dat heet statiegeld. Kijk eens. Dank u wel. Bent u misschien een poes kwijt? Nee, meneer. Ah, sorry, dank u wel. Die fles die gaat dus niet naar de glasfabriek, maar die gaat naar de fabriek waar die met melk gevuld wordt. De melkfabriek. De melk komt van de boerderij in gekoelde vrachtwagens aan. In de melkfabriek wordt alle melk bewaard in grote koeltanks. Ondertussen wordt steeds gekeken of de melk wel goed is. Anders worden de mensen ziek als ze melk drinken. Om de melk veel langer goed te houden, wordt die verhit. Dat heet pasteuriseren. Ja, ja. Zeg maar niks. Ik weet het, ik weet het. Ik loop mooi voor gek hier. Melkie. Nou, zo kan die wel weer. Kijk, deze flessen, die komen net terug uit de winkels. En die moeten dus goed worden schoongemaakt voordat ze opnieuw kunnen worden gevuld. Dat doen ze hier. Nou is het niet zo dat er 100 mensen de hele dag flessen staan te wassen. Nee, ze hebben een reusachtige afwasmachine. Zo kan een fles heel wat keren opnieuw gebruikt worden. Als de flessen schoon zijn, kunnen ze gevuld worden. Met precies 1 liter verse melk. Ik zeg net dat het nogal lawaaiig is hier. Zoals je ziet, heeft de melkfles nu een dop gekregen waarop ook de datum staat. Tot die dag kun je de melk drinken. Daarna bederft die en dan wordt die zuur. Melk in zo'n fles blijft een dag of 5, 6 goed. Nou kun je aan de buitenkant van de fles niet zien of de melk die erin zit 4 of 14 dagen oud is. Dus ja, dan zou je hem moeten proeven. En zure melk is niet zo echt lekker, hè? Nou, zo gaan elke dag krattenvol melk in melkflessen naar de winkels. En zo hebben we iedere dag verse melk het hele jaar door. Kijk, er zijn ook melkflessen met een andere kleur dop. Zoals deze. Geel doppie. Vanillevla. Lekker. En dit is yoghurt. Dit is karnemelk. Er zijn er heel veel soorten melk en melkproducten in flessen. Maar er is maar 1 melkfles. Hey, moet je nou horen? Wat hier staat, niet te geloven, vermist. Een lapjeskat, 6 jaar oud, heeft zwarte ogen, is het laatst gezien in het Van Hommingaplantsoen, luistert naar de naam Melky. Een beloning voor diegene die hem terugbezorgt. Telefoonnummer. Hey, dat was de poes die hier was, joh. Jongens, zoeken, snel. Een beloning. Melky, Melky, Melky. 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 Woehoe!
Melkie. Het begeleidend materiaal bij deze serie bestaat uit een handleiding en een leerlingenwerkboek. En deze kunnen alleen tijdens kantooruren besteld worden bij de NOT en het telefoonnummer is 035 23 62 60. En tot zover deze schooltelevisieuitzending van vandaag. Morgen zijn we er weer en we beginnen dan om 10 uur. Graag tot dan. Dag.